Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft haar 75-jarig bestaan gevierd. In dit kader is er met de directie, staf en personeel van het ministerie een gezellig samenzijn gehouden op 18 augustus 2022. Onder de aanwezigen waren defensieminister Krishna Kumari Mathura en minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Een mooie dag vandaag voor ons, 75 jaar als ministerie van Economische Zaken. Ik ben blij dat ik een deel ervan mag zijn. Ik heb 4 jaren terug in 2016 op het ministerie ben ik begonnen en ik mag met trots zeggen dat ik op dit ministerie ben afgestudeerd voor mijn master. Met als project KMO-fonds, Operations Management. En ik moet zeggen, vandaag als minister, 4 maanden als minister, is voor mij toch wel een eer om hier te staan en 75 jaar van het ministerie te vieren. Ik zei net aan een deel van het personeel, het maakt niet uit of ik die 75 jaar haal, maar ik heb al iets 75 jaar gevierd. Dus het mooie daarvan is dat wij gezamenlijk hier kunnen zijn. Het is niet groot, we hebben niet iedereen kunnen uitnodigen, maar zeker een groot deel van het personeel is vandaag hier. Het ministerie heeft vanaf begin in 1947 tot op heden heel veel veranderingen en ontwikkelingen meegemaakt. Dat heeft de directeur net al gezegd. De wijzigingen in beleid tot wijzigingen in de naam. Het ministerie verkeert continu in een dynamische staat. Daardoor blijft de impact van de inzet binnen het ministerie op de samenleving en op de economische staat van het land zichtbaar door al die jaren en veranderingen die we hebben gehad. Het ministerie kent goede en minder goede tijden. En ik denk dat wij deel zijn van die minder goede tijden. Toch? Zijn we het eens? Maar we gaan het veranderen. En we zijn al bezig om het te veranderen. We hebben altijd het ministerie draaiende kunnen houden. 75 jaar, het is niet zomaar. We hebben geprobeerd zoveel als mogelijk. En ik denk, wat ik gisteren ook al zei bij de kick-off, geen enkel minister heeft het makkelijk gehad, denk ik. Ik zeker niet. Want in 4 maanden tijd, wat we moesten doen allemaal, en het is, ik ben zeker directie en staf heel erg erkentelijk dat we dag en nacht hebben kunnen werken om bepaalde projecten voor 1 oktober te kunnen realiseren. De verschillende directoraten, onderdirectoraten, afdelingen en werkarmen die zich hebben ingezet en nog steeds inzetten in de pioniers voor de goede resultaten met een toekomstvisie voor Suriname en het zakelijk gebeuren in Suriname. Eveneens voor de wijze waarop er balans bewaakt wordt tussen macro-economie, consumenten, producenten, ondernemingen, financiële flow, mankracht en technologische systemen. Met goed doordachte beleidsprogramma's, wetgeving en leiderschap zullen wij met z'n allen het ministerie tot verdere hoogtes brengen. Ik weet dat de omstandigheden daar niet aan toe zijn. En ik heb gezegd, mijn collega's weten het ook, we gaan nog 1 keer verhuizen. Ze hebben gezegd, we zijn keer op keer verhuisd. We gaan nog 1 keer verhuizen. En als we deze keer gaan verhuizen, gaan we goed verhuizen. Dat hebben we ook al aangekaart. Dus nog even geduld. De omstandigheden zijn er niet, maar u presteert. U geeft al uw krachten en daar ben ik u zeer erkentelijk voor. Ik reken op mijn beurt, op uw inzet, niet alleen als ambtenaar of functionaris, maar als Surinamer. Laten wij als ministerie een hechte team vormen met alle neuzen in 1 richting en dat is een betere toekomst voor ieder in Suriname vanuit onze bijdrage en inzet op het ministerie. Met goede planning, een goed gemotiveerd team, spirit op alle directoraten, afdelingen en werkarmen heb ik alle geloof dat we heel veel zullen neerzetten als verdere legacy van het ministerie. Een legacy waar we met z'n allen trots op mogen zijn.
zijn vandaag 75 jaar. Het ministerie heeft net als de MC eerder zei, zoveel keer een naamsverandering ondergaan. Maar naamsverandering zegt niks. De taakstellingen, de doelstellingen zijn eigenlijk hetzelfde gebleven. En ik voel me verheugd dat ik een deel van die wijzigingen, zeg maar, die transformaties heb mogen meemaken. Ik denk dat het goed is dat ik toch even aangeef dat ik op dit ministerie ben begonnen als stagiaire. En dat is pakweg 31 jaar geleden. En toen, na mijn stageperiode, ja, werd ik gevraagd, en ik ga het wel zeggen deze keer, door de toenmalige minister, kennelijk zag hij iets in mij, om daar te blijven, omdat al mijn vrienden richting justitie gingen. Ja, dus vanwege onze studierichting ben ik dan daar gebleven. En ik ben toen gevraagd door de toenmalige minister, ook een Tjan, maar een Tjan Govardhan. En toen heb ik gezegd ja, en toen begon eigenlijk mijn tocht door het ministerie van EZ. Het was toen transport, handel en industrie. Later is het weer geworden handel, industrie. Later is het geworden handel, industrie, toerisme. En nu is het economische zaken, ondernemerschap en technologische innovatie. Ik zeg nog altijd, what's in the name? Belangrijk voor ons ministerie, ja, is welvaart en welzijn te brengen. En dat bereik je natuurlijk pas als we keihard met z'n allen de schouders onder het werk zetten. Wij hebben ook een aantal beleidsdoelen. Ik denk dat de minister daarover het een en ander zal zeggen. Maar belangrijk voor ons is dat we de weg hebben ingezet om bepaalde beleidsdoelen te realiseren. Namelijk versterken van de concurrentiepositie, productiesector bevorderen, lokaal ondernemerschap stimuleren. En ook nog belangrijk, last but not least, consumentenbescherming. Het is een moeizame weg om deze doelen te realiseren, neemt u het van me aan. Maar men zegt wel eens, moeizame wegen leiden naar mooie destinaties. En misschien gaan wij die destinaties niet meemaken, maar ons nageslacht wel. Vandaar dat ik al iedereen oproep om ook degenen die ons zijn voorgegaan, en namelijk nu degenen oproep die met ons het werk doen, om in elk geval de gestelde beleidsdoelen van het ministerie te helpen realiseren. We weten allemaal dat het niet makkelijk is, ik zeg altijd, maar waar je werkt, gaan we fouten maken. En ik zeg, uit die fouten moeten we leren. En ik heb geleerd uit een aantal fouten. Het is een genoegen om in jullie midden te zijn op zo'n heugelijk moment. Uw ministerie die vandaag 75 jaar bestaat, dat is echt een mijlpaal. Dat is niet aan alle ministeries gegund. En het is goed en gepast om stil te staan bij deze 75 jaar ministerie van Economische Zaken. Want dit ministerie is een heel belangrijk ministerie. Elke samenleving heeft handel nodig. Elke samenleving heeft ondernemerschap nodig. En handel en ondernemerschap kunnen alleen bestaan en floreren met consumenten. Zonder consumenten kan er geen handel zijn. En zonder handel, ja, kan er geen ondernemerschap zijn. Eigenlijk is ondernemerschap de ruggengraat van elke samenleving. Grote multinationals die komen, die zijn er, maar die zorgen niet voor die werkgelegenheid. Wie voor werkgelegenheid in een samenleving zorgt, dat zijn de ondernemers. En hoe meer we ondernemerschap stimuleren, hoe meer productie er is, hoe meer werkgelegenheid er is, hoe meer we exporteren, hoe meer geld we verdienen en hoe meer we kunnen doen voor u, maar voor de hele samenleving. Dus de economie van een land staat en valt met ondernemers, maar ook de consumenten. En in deze wereld van veranderingen, van globalisatie, zijn er ook uitdagingen natuurlijk. Technologische uitdagingen. Vandaar dat het ministerie ook heet technologische innovatie. De technologie gaat heel hard en wij moeten eigenlijk bijbenen met de technologie. Maar tegelijkertijd rust op ons ook de verplichting, denk ik, om die consumenten te beschermen. Die consumenten te beschermen. Want heel veel komt af op die consument. En ik denk dat ik het belang nog meer aan zal geven, want
Zonder innovatie in een samenleving kunnen we niet verder ontwikkelen. Stilstand betekent achteruitgang. En dat willen we niet. Dus uw ministerie is een hele belangrijke ministerie in de rij van de 17 ministeries die we hier hebben. En zonder u functioneren, zonder goede resultaten, gaan we onze doelen als regering niet halen. Maar gaan we ook deze samenleving niet verder brengen. Dus uw inspanning is heel erg belangrijk. U heeft het al 75 jaar lang gedaan, maar we gaan het nog moeten doen de komende jaren, zolang we bestaan. En dat is wat ik vandaag mee wil geven aan u, dat u door moet gaan en voort moet gaan. Ondanks alle uitdagingen die er zijn, moeten we één ding vasthouden. Dat we dit land alleen tot ontwikkeling kunnen brengen door onze eigen inzet. Niemand gaat dit land voor ons komen ontwikkelen. Niemand. Wij gaan het zelf moeten doen. Moeilijke tijden, minder moeilijke tijden, uitdagende tijden, wij gaan er doorheen moeten gaan. Wij gaan zelf die weg moeten banen. En wij gaan zelf die acties moeten ondernemen om onze omstandigheden te verbeteren. Een heel warm applaus voor 75 jaar ministerie van Economische Zaken. En dan laten we het glas heffen op jullie gezondheid, op de bloei en groei van het ministerie en op nog meer mijlpalen voor Suriname. Proost.